Welkom terug bij Strandantorie. Vandaag voer ik een gesprek over het jeugdbeleid in Suriname met CARICOM jeugdambassadeur Fay King. Welkom mevrouw King. Ja. U bent dus de CARICOM jeugdambassadeur. Zou je me kunnen vertellen wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een CARICOM jeugdambassadeur? Nou, het doel van de CARICOM jeugdambassadeur is eigenlijk om jeugd bewust te maken over wat CARICOM inhoudt, over het integratieproces, wat Suriname hun taak is, maar ook het jeugdperspectief naar voren te brengen bij de CARICOM lidlanden en van Suriname, Suriname op jeugdniveau representeren als het gaat om CARICOM aspecten. En natuurlijk betrekken bij jeugdbeleid, bij jeugdacties. Alles wat met jeugd te maken heeft, moet de CARICOM jeugdambassadeur eigenlijk verpleiten, opkomen en projecten uitvoeren. Maar eigenlijk moet je meer betrokken zijn bij het beleidaspect. Ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om CARICOM jeugdambassadeur te worden? Wat heeft u geïnspireerd? Nou, het was eigenlijk omdat ik had altijd interesse in internationale betrekkingen, zoek mijn studierichting. Ik heb een bachelor gehaald in international business en die noemen mensen in internationale betrekkingen. Ik heb heel veel activiteiten en projecten vooraf gedaan voor mijn positie als het ging op in de regio, dus op Caribisch niveau. En ik zag wel dat dit heel interessant was en eigenlijk opkomen voor je regio, pleiten voor de issues van je regio, vond ik altijd heel interessant en heel pakkend en ik wilde daar een betere bijdrage aan leveren. Natuurlijk, het is een beetje overheid, semi-overheid moet ik zeggen, gericht. Dus het was een heel andere drive omdat ik eerst echt van het NGO middenveld kwam. Dus nu in het overheid systeem terecht te komen was een beetje anders. Maar ik vond wel dat ik op die manier ook een bijdrage kon leveren. Welke projecten heeft u tijdens uw zittingsperiode uitgevoerd? Nou, er zijn een aantal projecten geweest. Mijn passie zit natuurlijk in het gebied van seksuele reproductieve gezondheid en rechten. Dus ik heb een trainde trainers gedaan op het gebied van seksuele reproductieve gezondheid. Ik heb een sessie gedaan over intergenerationele dialoog. Waarbij verschillende generaties over onderwerpen issues spraken. Specifiek gefocust op mentale gezondheid en bereidwilligheid en resilience van jongeren. Daarnaast heb ik ook verschillende trainingen en sessies gedaan als het ging om CARICOM. Ik heb voor een van de opleidingen die zich bezighoudt met het CARICOM beleid een training gegeven over het CARICOM jeugdambassadeursprogramma. Daarnaast heb ik ook een sessie gehouden voor journalisten. Ten aanzien van het rapporteren van suïcidegevallen en suïcidecases in Suriname. Zodat zij ook als advocates kunnen zijn voor een betere mentale gezondheid en weten wat hun rol en taak is. Daarnaast ook verschillende projecten, motivatiesessies, trainingen. Ook bijgedragen aan in gesprek als het ging op beleidsniveau. Specifiek in het heel gebeuren van het slavernij. Als we specifiek kijken naar het pardon dat gegeven is geworden door de koning en door de premier van Nederland. Zij hebben natuurlijk hun verontschuldigingen officieel aangeboden en toen is er een heel traject gestart over reparations, dat zijn de schulden die ze terug moeten betalen of teruggeven aan de verschillende landen die kolonies waren van ze. En daarnaast ook wat het perspectief van jongeren daarin is. Dus daar was ik ook betrokken bij. Natuurlijk wat heel wat andere projecten, meegedaan en dialogen, al dat soort zaken. Het is een beetje te veel om nu alles te listen, maar dat is het zo een beetje. Welke projecten kunnen we nog verwachten? Yes, dus we zijn in onze afrondingsfase, dus ik wil het niet te zwaar doen. Samen met CARICOM ben ik eigenlijk bezig met het uitschrijven en uitwerken van een klimaatsproject. Het gaat om een project waar we verschillende buurten of verschillende huishoudens een renovatie zullen geven. Zodat we dumping, illegale dumping en littering op het erf tegen gaan. En dat je ook gewoon leert hoe je moet planten en leert hoe je aan gardening kan doen in plaats van vuil gooien op je erf of vuil buiten. Of je weet voor je schutting gaat gooien, al dat soort zaken.
Dus met zo'n project zijn we eigenlijk bezig. Het is een initiatief van CARICOM en de EU. Ik heb laatst ook een gender training georganiseerd in Nikeri. Dus dat was het een van de sessies. We willen ook nog wat activiteiten doen voor CARICOM Day. Dat is op 4 juli. Dus daarmee zijn we ook, ben ik tenminste ook bezig. Ja. Ja. Dan wil ik het hebben over het jeugdbeleid. Wat kunt u ons daarover vertellen? Wat vindt u van het jeugdbeleid in Suriname? Nou, het jeugdbeleid in Suriname is eigenlijk een vernieuwingsproces aangegaan. Omdat we van een jeugdparlement naar een jeugdraad zijn gegaan. En ja, het is met heel wat veranderingen, heel wat aanpassingen van hoe het zou moeten zijn. Het heeft wel nog steeds een aantal aspecten van het vorige manier, van de vorige manier van beleid voeren. Dus er moet meer gekeken worden naar hoe we meer betrokkenheid en volging kunnen hebben van jongeren. Hoe we het tot een prioriteitsaspect maken op de agenda, omdat het niet echt een van de prioriteitsonderwerpen is. Het is wel een onderwerp waar men zich mee bezig wil houden, maar ik vind dat men toch meer intensiever en actiever moet pleiten voor het jeugdbeleid en een goed gestructureerd jeugdbeleid. Dat ook een beetje neutraal is en niet te veel politieke involvement heeft. Ja. Ja. En in hoeverre leveren de overheid en het bedrijfsleven samen met de jeugdorganisaties een bijdrage aan het ontwikkelen van jongeren? Nou, ik vind dat het een beetje sporadisch is. Zoals ik zei, er is niet echt een structuur of een vaste manier van hoe je investeert. En bij mijn andere CARICOM-lidlanden zie ik dat wel. Er is wel een beetje meer structuur. Niet in alle landen, want in bepaalde landen is het precies hetzelfde. En in andere landen is er een structuur, maar het is meer voor tokenisme en show en niet echt serieus. Maar er is wel iets. In Suriname is er ook iets, maar het moet verder en beter gestructureerd worden. En een beetje, ja, de processen moeten wat vaster vastgelegd worden, zou ik moeten zeggen. Ja, om terug te komen op je vraag. De overheid moet een beetje breder gaan investeren. Er wordt natuurlijk een budget vrijgesteld voor de jeugdvertegenwoordigers, waar we van daaruit projecten moeten uitvoeren. Het is natuurlijk met de ontwikkelingen economisch die er zijn, draagt het niet zoveel bij. En ja, we gaan er als jeugdvertegenwoordigers eigenlijk al vanuit dat we naar andere actoren moeten kijken, naar het bedrijfsleven moeten kijken, naar de NGO's moeten kijken. Ik moet wel zeggen dat het bedrijfsleven een beetje meer uitnodigend mag zijn als het gaat om projecten en samenwerken met jeugdigen en jeugdvertegenwoordigers en organisaties in zijn geheel. Omdat ik toch vind dat bedrijven wel focussen op bepaalde onderwerpen, maar het echt alleen toepassen in hun bedrijf en in hun manier van beleid voeren als private sector of als bedrijf. En de samenleving moet daarbij meegenomen worden, waaronder de jongeren, waaronder de jeugdvertegenwoordigers. Dus ik denk dat er daar meer ruimte voor is. Ik moet zeggen, in mijn termijn heb ik meer gewerkt met internationale organisaties, zoals de UN en andere NGO's en met de EU en al dat soort zaken, met de ambassades. Maar niet zozeer met het bedrijfsleven. Het is ook dat vaak genoeg processen van projecten heel snel gaan en het bedrijfsleven heeft een langer proces. Of de private sector heeft een langer proces. Dus tegen de tijd dat je komt is het een beetje van, eigenlijk zijn we te laat en duurt het nog langer bij jullie. Dus ik vind dat het een beetje makkelijker gemaakt moet worden. Een beetje meer samenwerking en brainstorming op dat gebied. Sowieso moet de overheid meer investeren, het hoger op de agenda zetten, omdat het nog niet is wat het moet zijn en het niet daar is waar het moet zijn. Dus daar hebben we ook meer verwachtingen voor. Er moet meer prioriteit gegeven worden aan die doelgroep als we kijken naar beleid en als we kijken naar investeringen voor jongeren en kansen voor jongeren. Ja, dan wil ik het hebben over de jeugd. Wat wij dus hebben opgemerkt is dat de jongeren ze studeren af en daarna trekken ze weg. Waaraan ligt dat precies? Zien jongeren een toekomst in Suriname? Ja, het ligt aan verschillende aspecten natuurlijk. Het beleid, de overheid, de economische situatie, de mogelijkheden die Suriname te bieden heeft.
nu is er een veel grotere brain drain. Er is altijd een brain drain geweest in Suriname, maar nu is het weer op een punt dat het heel groot en heel veel is door de economische situatie en ja, toekomstperspectieven van jongeren en van mensen. Het is niet alleen bij jongeren, maar het is ook heel veel oudere mensen die al jaren hier zitten wegtrekken. Bij jongeren is het altijd zoiets geweest, altijd een trend geweest van oké, als je klaar bent met afstuderen of het buitenland of de universiteit. Ik denk dat het ligt aan het feit dat er weinig kansen zijn, weinig study opportunities. Je hebt echt een aantal richtingen, vaste richtingen waarvan je kan kiezen. En waar je echt mee kan verdienen en een toekomst mee kan opbouwen. En je hebt heel veel jongeren die passie hebben voor andere zaken, andere onderwerpen. Wat we ook zien is dat juist de onderwerpen waar je vroeger veel aan kon verdienen, veel aan had, die verminderen ook, verwateren ook. We kijken bijvoorbeeld naar de medische zorg. In Suriname als arts was je heel succesvol en verdiende je heel veel in Suriname vroeger. Nu is dat nog steeds zo, maar het is in mindere mate. Het is toch heel ongeorganiseerd. Je ziet dat toch heel veel artsen wegtrekken, omdat de kansen groter zijn in het buitenland. Dus ja, het ligt echt aan de situatie waarin het land nu momenteel is. Ja, de onzekerheden die er zijn, die jongeren ervaren, die volwassenen ervaren. En ja, er zijn nu ook heel veel kansen in het buitenland voor studenten, voor immigranten en al dat soort zaken. Dus daar maak ik mij ook gebruik van. Ik zie ook dat heel veel mensen naar de eilanden gaan en al dat soort zaken. Dus de kansen zijn daar en dat denk ik liever daarop dan een land waar ik heel veel onzekerheid heb. Ja. Dan wil ik het hebben over de kansen in Suriname. Welke mogelijkheden hebben jongeren in Suriname? Als ik kijk naar de ontwikkeling in de olie- en de gassector, je hebt ook de IT-ontwikkelingen. Ja, het is heel spannend met de olie- en gassector. We hebben pas de oil and gas fair gehad. En van heel wat jongeren heb ik gehoord dat het doel eigenlijk van de beurs is om van bedrijven is om mensen te werven. Het is een van de doelen van de beurs natuurlijk, het reclame maken, jezelf profileren als bedrijf. Maar we zien wel dat heel veel bedrijven ook aan wervingsmogelijkheden doen. En je hebt verschillende sectoren die aanwezig waren bij de oil and gas beurs. Dus de oil and gas sector wordt sowieso een interessante sector waar, als het natuurlijk goed uitgevoerd wordt, echt goed uitgewerkt wordt, er heel veel kansen voor jongeren zijn. Dus er is nu ook een opleiding of nadeel waar jongeren kunnen kiezen voor de oil and gas opleiding, dat het initiatief is van Staatsolie. Dus ja, in die sector zijn er zeker kansen. In de IT-sector zou ik zeggen dat het beter kan. Ik denk dat Suriname toch nog achter is in dat gebied en op dat gebied is men toch nog achter. Wat de kansen zijn, wat voor opportunities het zijn. Het is een beetje, ja, men is een beetje nog niet bewust echt van hoe men daarmee om moet gaan met de technologie en de ontwikkelingen die er zijn. En Suriname raakt steeds meer en meer achter. We catch up, maar dat is de wereld al 30 stappen verder. Dus het is wel iets waaraan we moeten werken, omdat er heel, heel veel kansen zijn. En ook voor jongeren merk ik dat ze remote werken als ze in de IT-sector zijn. Ze kiezen liever voor een job op afstand en dan kunnen ze toch hun onderhoud hier doen, hun levensonderhoud. We onderschatten ook dat al de callcenters die er zijn ook een beetje IT zijn, customer service IT. Dus dat is ook een opportunity voor jongeren om wat centjes te verdienen en zich te kunnen ontwikkelen. Wat zou volgens u moeten gebeuren zodat Suriname weer aantrekkelijk is voor jongeren? Nou, er is heel veel werk aan de winkel. Er is heel veel dat gedaan moet worden. Er moet sowieso meer geïnvesteerd worden in scholingen, educatie, in educatiemogelijkheden. We hebben een goede basis. Ik denk dat we vaak onderschatten hoe goed onze basis is. Want door onze basis kunnen we het zo goed doen in het buitenland. En dat onderschatten. En we krijgen een beetje van alles mee. En dan kan je echt, ja, floreren in het buitenland. Ik zie het vaker bij studenten die gaan naar het buitenland. Dat ze altijd, de Surinaamse studenten zijn altijd de beste. Cum laude geslaagd en al dat soort zaken. En ze doen het ook heel geweldig in het bedrijfsleven als ze verder gaan.
Dus ja, de educatiemogelijkheden moeten we wat breder maken, meer investeren. We moeten ook, wat nu echt ontbreekt is, de kans om daar te gaan en terug te komen en te investeren in je samenleving, in je land. Het is vaker dat de studenten wel, ze zoeken de kansen zelf, dus ze blijven dan daar. Dus wat we moeten gaan creëren is dat wij die kansen creëren, dat de overheid de kansen creëert voor ze om daar de kennis op te doen en het terug te brengen naar Suriname en verder over te brengen. Het ligt ook aan de vorige generaties om ja, kennisoverdracht te doen. Ik vind dat vaak van de jullie echt ontbreekt. Er wordt heel veel geklaagd dat het achteruit gaat, de jongeren kunnen het niet, al dat soort zaken. Maar het is een work in progress. Het is een leermoment voor ze. Ze zullen niet zo geweldig en goed zijn als de oudere generatie. Maar net als hoe die het hebben geleerd en die kans hebben gehad, moeten ze dat ook creëren voor de jongeren. Geef ze die tools, geef ze die resources en kennis als ze in het bedrijfsleven terechtkomen. Sowieso het proces makkelijker maken voor ze om in het bedrijfsleven terecht te komen. En niet alleen in het overheidssysteem, maar ook daarbuiten. Voor de mensen die in het overheidssysteem terechtkomen, moeten er meer kansen gecreëerd worden. Moet er meer stabiliteit voor ze zijn. Zodat de bijdrage die ze leveren aan het land, dat we dat ook terugzien. Omdat het niet echt is geen profit job. Je investeert niet terug in het land, misschien met je belasting, maar het kan beter. Het kan een betere investering. En als laatste zou ik ook zeggen, natuurlijk moet de economische situatie wat stabieler zijn. Wanneer een land welvarend is en wanneer er goede welzijn en welvarendheid is, zullen de mensen terugtrekken, zullen de mensen terugkomen. Zal men zien van, hé, in het land waar ik wil zijn, is er een toekomst, zijn er mogelijkheden, kan ik mezelf tot ontwikkeling brengen. Dus dat moeten we goed vasthouden. Natuurlijk, we zijn een klein land, we zijn een heel... moet ik het zeggen, relaxed land. We hoeven geen Amerika of groot kapitalistisch land te zijn. Maar we moeten wel stabiliteit hebben, we moeten wel kansen hebben voor onze jongeren. Zodat ze tenminste heel goed en gezond kunnen leven in Suriname. Hartelijk bedankt. We kijken uit naar de toekomstige projecten van mevrouw King. Heeft u een onderwerp dat u wenst te belichten via ons programma, dan kunt u ons gerust een WhatsApp berichtje sturen op het nummer 8485816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.